hogeschoolstudent heb ik de kans gekregen van meneer Heij. Ik ben benaderd om deze stage te doen. Het was een stage waar we eigenlijk allebei aan het begin geen idee van hadden wat we konden verwachten. Wat Green Key nou daadwerkelijk inhield. Waar we aan welke regels we allemaal moesten voldoen. Het heeft ons wel geleerd dat wij ook echt het project zijn begonnen met van nou, laten we eerst eens gaan kijken wat we er allemaal voor nodig hebben. Het heeft er ook voor gezorgd dat wij, of dat het project ook steeds meer is gaan leven bij ons. Het is toch een project, maar zeker ook een proces waar je in gaat. Een proces waarbij je niet alleen inderdaad kijkt, zoals meneer Heij net al aangaf, van weet je, het is Green Key, we willen het halen, maakt niet uit wat. Nee, het gaat juist uiteindelijk om het proces en om ook een stukje nadenken erover. We hebben dat geprobeerd zo goed mogelijk neer te zetten en ja. Ik als zijnde stagiair heb het natuurlijk niet in mijn eentje kunnen doen. Het was juist belangrijk om echt vanaf het begin af aan een heel breed draagvlak te krijgen. Dat betekent zoveel mogelijk medewerkers daarbij krijgen. We zijn begonnen met het Green Team, waarbij waar medewerkers van verschillende afdelingen in ieder geval erbij betrokken werden. Waarbij initiatieven bij konden delen, waar ideeën uitgewisseld kunnen worden om op die manier ook iedereen mee te krijgen. Want als er iets is wat niet werkt, dan is het wel dat top-down iets wordt doorheen gepoest. En een management is wat zegt van wij willen dit halen. Het maakt niet uit hoe, maar het gaat gebeuren. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik ook heb meegemaakt. De meewerkendheid, de bereidheid, maar ook daadwerkelijk het willen meedenken van een ieder. Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij met zo'n resultaat uiteindelijk hebben afgesloten. Het is fantastisch en daarbij wil ik ook iedereen nogmaals danken, want het is voor mij zes geweldige maanden geweest. Ik denk dat het zo makkelijk is. Ja. Er is het niet zo. Maar het feit dat ik als hogerhoudschoolstudent deze kans heb gekregen, het vertrouwen, maar ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid die ik van meneer Heij en eigenlijk Pellis Model heb gekregen, zeggen heel veel en hebben uiteindelijk ook zeker bijgedragen aan het feit dat we hier nu staan voor deze uitreiking. Dus ook CSR eigenlijk. Ook CSR. En het gaat inderdaad veel verder dan alleen het kijken naar de kosten en de besparingen. En dat hebben we inderdaad, zoals meneer Van Dijk ook al zei, laten zien door mee te doen aan de KNRM. En om ook daadwerkelijk te kijken wat we ook doen voor de samenleving. Ik hoop inderdaad dat, en dat is ook al, maar goed, het is alleen maar goed om te benadrukken. Dat het belangrijk is. Het is fantastisch voor Noordwijk, het is fantastisch voor Pellis Hotel. Voor mijzelf uiteraard ook geweldig om het project zo mogen afronden. Maar ik hoop alleen maar dat dit een goede stap is en dat we hiermee alleen maar stimulerend zijn voor de rest van onze andere hotels, collega's en Noordwijk op zichzelf. Dus in ieder geval nogmaals bedankt ook meneer Heij, meneer Van Dijk ook vanuit de expertise die we van hem hebben gekregen. En jullie bedankt voor jullie komst. Bij deze.